Dit weekend was in Lelystad het eerste van drie schepenweekenden waarin extra aandacht voor historische schepen. Gisteren en vandaag stonden de herstelwerkzaamheden aan de Batavia Centraal. Anton van den Heuvel van Batavialand is er druk mee. We zijn nu bezig met reparaties aan spanten. En spanten, daar komen straks de planken van de fortuining tegenaan. Dus die moeten eerst gerepareerd worden voor we de planken erop plaatsen. Want die groene zijkant van de replica van het VOC-schip ziet er niet uit en is dringend aan onderhoud toe. Maar er moet meer gebeuren. Op het dek zijn ook een aantal werkzaamheden die we moeten doen. Onder andere dat we een paar belangrijke onderdelen in dat dek kaalkrabben, zodat we dat weer kunnen onderhouden met olie. En olie voorkomt dan dat er rottigheid in die planken komt. In het schepenweekend Batavia wordt er ook aan de masten gedacht. Een van die masten van het schip ligt al op het droge. De Batavia is een driemaster en we hebben de achterste mast, de bezaanmast, hebben we er vorige week uitgehaald voor groot onderhoud. De bezaanmast wordt ook compleet opnieuw opgetuigd, dat wil zeggen dat alle tuigage vernieuwd wordt. Het is een hele klus het onderhoud van een schip. Van den Heuvel wil dat jong en oud dit weekend en de komende twee volgende een gevoel krijgen voor historische schepen. Ze richten zich daarom ook speciaal op kinderen. Leuk voor de kinderen is dit weekend dat ze een scheepsmaatje diploma kunnen halen. En daar moeten ze een aantal dingen voor doen. Ze moeten daar een touwtje voor slaan. Daar moeten ze een aantal knopen voor leggen. En ze moeten laten zien dat ze kunnen ralopen. En als ze dat hebben gedaan, dan krijgen ze een lakstempel op hun diploma. En dan zijn ze rond. Veel kinderen wilden zo'n scheepsmaatje diploma halen. Emma bijvoorbeeld, die heeft wel wat met boten. Ja, mijn oom heeft een boot. Dus, en dan mag ik dan wel met gaan sturen. Dus ja, soms. En je steekt er ook nog wel wat van op. Van het touwslaan bijvoorbeeld. Wij hebben drie strengen en die moeten eerst gedraaid worden. En vervolgens zit daar ook een klos in. Die zorgt dat die strengen nog even niet in elkaar draaien. Uiteindelijk dan haalt die klos die haal je weg en dan draai je die strengen heel netjes in elkaar. En dan krijg je touw. Door moest lopen, met dat touw mee moest lopen. Die man werd de klos genoemd. Dat waren vaak kleine jongetjes van 12, 13 jaar. En als je de klos was, dan had je een vervelend karweitje. Wat we graag willen is dat we nog meer betrokkenheid krijgen van mensen. Want wij vinden met z'n allen dat de Batavia zo belangrijk is. Wij willen graag dat het schip behouden blijft. En hoe meer mensen met ons meedoen aan het behoud van het schip. Dus of je wordt vriend, of je doet een donatie, of je komt als vrijwilliger meehelpen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee als iedereen dat doet. Want dan hebben we meer handjes om het werk te doen. Zou je daar mee willen helpen? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Het lijkt me heel moeilijk. Toch is het niet zo moeilijk om mee te doen. En bovendien, het gaat op de schepenweekenden om meer. Omdat daarmee ook publiek ook direct betrokken wordt. En dan vooral natuurlijk ook de kinderen. Want dit is zo'n fantastische manier om te ontdekken hoe onze geschiedenis eruit zag. Ook de komende twee weken valt er nog veel te beleven op de Batavia-werf. We hebben nog een schepenweekend waterschip. En dat is op de werf. Dat is een nieuw schip wat we aan het bouwen zijn. Dus er zal aan gebouwd worden en er zijn omheen van allerlei activiteiten bedacht. En we hebben ook de Ventjager. Die staat in het museum. Dat is een origineel, is een opgegraven schip. En daar gebeuren ook het een en ander activiteiten omheen.